Voor de werknemers was de NV Philips een waar sociaal paradijs. Je ging naar een school van Philips. Je werkte in een fabriek van Philips. Je woonde in een huis van Philips. Deed boodschappen in de winkel van Philips. Je sportte bij de Philips Sportvereniging. En je kwam tot rust in het Philips Ontspanningscentrum. Nergens is de sfeer van dit vergeten paradijs beter voelbaar dan in het Eindhovense Philipsdorp. Philipsdorp is een tuindorp dat tussen 1910 en 1923 door Philips werd gebouwd voor de huisvesting van zijn arbeiders. Maar de tijden zijn veranderd. Philips stootte veel van zijn bedrijven af en verplaatst de werkgelegenheid naar verre buitenlanden. Het hoofdkantoor ging naar Amsterdam. In Eindhoven verloor Philips zijn dominante positie. Philips fabrieken en kantoren krijgen in hoog tempo andere bestemmingen. Het sociale vangnet is verdwenen. In het Philipsdorp sterven de oud-Philips werknemers uit. PSV-stadion is enorm in omvang gegroeid en domineert nu de arbeiderswoningen. In 2003 kreeg het Philipsdorp de status van beschermd stadsgezicht. In het Philipsdorp krijgt het verleden een nieuwe toekomst.